Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er ligt bewolking boven Nederland en uit die wolken valt ook af en toe wat regen of motregen. Alleen in het zuidoosten is het de eerste uren van de ochtend nog even droog, daar wordt het later ook natter. Grijze ochtend dus met temperaturen tussen 3 en 5 graden, vanmiddag komt daar nog iets bij, dan is het de graad of 6. Aan het eind van de middag begint het in het noordwesten langzaam wat op te klaren en dan wordt het op steeds meer plaatsen droog, de regen trekt naar het oosten weg. Vanavond nog een laatste bui in de kustprovincies of in het zuiden van het land, maar verder meest droog weer. Hier en daar een opklaring, en in de nacht klaart het verder op. Later in de nacht temperaturen dicht bij het vriespunt. Morgenochtend hebben we te maken met zonneschijn. In de middag gaat het regenen. En in de avond wordt de neerslag in de kustgebieden soms wat winters van karakter. Er kan wat natte sneeuw bij zitten. Temperaturen als maximum 4 tot 6 graden. Stevige wind in de kustgebieden. Dan draait donderdag de wind naar het oosten. De neerslag die valt in de vroege ochtend. Daarna is het droog met af en toe wat zon. 4 of 5 graden maximaal. Dat zijn ook de maximale dagen daarna. Vooral in het zuiden wat winterse neerslag. Verder is het overwegend droog met wat zon. Ik ben Marco Verhoef. Van weerplaza.nl